zitten hier bij de echte demo van de echte Alfa Alfa Beta Beta, bijna live gaande Alfa van Slide Jockey. Je hebt hem gepresenteerd op On a Tuesday, toen snapte niemand er wat van. Dat is al een tijdje geleden. Dat lijkt al heel lang geleden, is maar 5 maanden geleden. Oké. Okay. Vertel. Nou, Slide Jockey, ja, here we go, we gaan live. Eerste oorsprong waarom we Slide Jockey hebben gemaakt. Kijk, de hele wereld, naar mijn idee, is digitaal geworden, is interactief geworden. Maar als ik presentaties geef en als heel veel mensen naar presentaties kijken, dan staat er iemand zich uit te sloven voor de zaal en die doet zijn uiterste best om mensen te boeien. En dan zitten de mensen in de zaal, nou, kijken wat ze vandaag te melden hebben, of dat allemaal goed is. Daar zit geen interactiviteit in. En wat ook vaak is, dat je denkt van, nou, nu heeft de zaal eigenlijk dit voorbeeld nodig, want mijn verhaal gaat nu zo, dit voorbeeld. Maar dan zit dat helemaal in mijn backup slides. Dus wij dachten, we moeten eigenlijk interactief moeten we kunnen presenteren. Dus het is echt een presentatietool. Nou, dus wat we hebben gemaakt. Je laat al je slides op. Die maak je gewoon in je PPT. Gewoon, zeg maar, PowerPoint maak je ze. Op slidejockey.org laat je ze op. Dan synchroniseer je je met je iPad. En dan heb je gewoon al je slides die je hebt, heb je allemaal bij elkaar. En natuurlijk kan je gewoon beginnen bij slide 1. Je klikt op je slide 1, je klikt op je slide als presentator en dan heb je je slide hier. Dan kan je denken van, joh, ik wilde nog even benadrukken dat dit heel belangrijk is. Dan maak je een tekeningetje erop en dan slide je je slide naar het scherm. Yep. Oké. Okay. Dat is wat je als presentator doet en dan kan je gewoon lineair, kan je gewoon naar je volgende slide en dan kan je gewoon naar je volgende site. Dus go to, weet je, slidejockey.org en press login. En then you can create your account. Dan kan ik gewoon, ja. Weet je, ik kan dus nu gewoon lineair, kan ik daar naartoe. Maar als jij nu de vraag stelt van Ben, of ik voel aan, want dit is allemaal makkelijk en dit gaat er allemaal niet om. Jij wil direct, wil jij weten wat je eigenlijk op de iPhone kan doen. Sla ik alles over en dan tover ik slidejockey iPhone app. Ga ik in één keer daar naartoe. En dan weet ik van, nou, om het duidelijk te maken, moet ik even naar de tweede. Dus je gaat naar je iPhone-app, je connect to screen en je kan ook slide save. Dus nu, zeg maar als presentator, dus straks even die iPhone-app, dat is voor de mensen in de zaal. Ja. Eerst even deze. Dus je kan als presentator, kan je door je slides heen heel snel. Ik ga door al mijn slides heen die ik ooit allemaal heb gemaakt. Je hangt eigenlijk gewoon je deck in de... In... Ja. En dat ik, is het. Ja, en ik heb, kijk hier, presentation, ik heb er nu 4 hier geüpload. Dus kan ik snel kiezen naar een volgende presentatie. Mm-hmm. Dus ik heb er hier 4. Ja. En ik kan ook all, dan heb ik gewoon al mijn slides hier. Dus ja. Dat kan ik doen als presentator. Ja. Ik kan bijvoorbeeld klikken en ik kan een tekeningetje erop maken. Mm-hmm. Een tekeningetje. En dan zeg ik stop drawing en dan slide ik die tekening daarop. Ja. Dus als je een bepaalde grafiek hebt en je wil een pijl erbij maken. Ja, dus je... Een directe presentatie met je... Eigenlijk een directe presentatietool waar je gelijk live aanpassingen aan kan maken. Ja, dus je whiteboard, wat je normaal hebt, heb je dan niet meer nodig. Nee, oké. Okay. Nou goed, dat is dus... Een... Dus het is voor de presentator. Ja, ja. Ja, dat is deze. Maar nu willen we... Ja. Komt er een slagroom, komt er nu aan. Slagroom, ik zit in de zaal. Ja. Je download gratis, download je de Slide Jockey iPhone app. Mm-hmm. Dan zie je hier, nu is er nog maar 1 in de wereld, maar straks zie je natuurlijk allemaal presentaties in de wereld. Dan ga je naar de naam van die presentatie. Je ziet hem hier al. Ja. En dan kan ik dus de slides die op het scherm komen, kan je dus naar beneden halen. Dus als presentator toveren ze nieuwe slides en ik tover die ook op mijn iPhone. Ja. Die slides kan ik saven. Ja. Ik save die slides. Dus ik hoef niet meer een foto te maken. Ik kan gewoon meekijken. Ik zit te luisteren en ik kijk mee. Maar nu heb jij bijvoorbeeld een urgente vraag. Ja. Maar die vergeet je. Dan kan je op je iPhone doe je Ask Questions. Dan stel ik van... Dit is in de app, hè? Voor het publiek. Dit is voor het publiek. Eigenlijk maakt het publiek contact met jouw presentatie. Juist. Dus dan zeg je, wat is Slide Jockey? Dat probeer ik nu uit te leggen, Slide Jockey. Dus, en dan zeg je send. En nu sending question. En nu krijgt de presentator... Die klikt dan op zijn vraagtekentje. Mm-hmm. En die ziet dan allemaal vragen ontstaan. Ja. Wat is Slide Jockey? Ja. En dan denkt hij van, hey, dit is een goede vraag. Dan tapt hij op die vraag. En die vraag verschijnt dan pats pats op het bord. Ja,
Ja, en zo willen wij presenteren interactiever maken. Ja. Nou, wow. Ja, dat is eigenlijk een live demo. Dit is een live demo. En kijk, ik kan natuurlijk verder gaan. Hè. We moeten video integreren op de product roadmap. Je zag die lijntjes. We moeten dikkere lijnen hebben. Je kunt zelfs video's laten inspreken. Je kunt voorstellen dat mensen in het publiek zichzelf presenteren. Ook de video in zelf inspreken via die webcam die er op die komende iPhone... Maar wat denk je dat jij dus... Je hebt een bepaalde slide met slide jockey op je iPhone van een andere presentatie. Ja. En die laat je dan, die presentator vertelt iets. En die laat je dan aan die presentator zien. Die presentator is bezig. Die denkt van, hé, dat is mooi. En hij gebruikt hem in je presentatie. Nu zeggen natuurlijk heel veel mensen van, ja, maar niet iedereen presenteert zo. Nee, dit is echt gewoon voor de mensen die dit kunnen. Je moet heel veel vinden het ook fijn om lineair te presenteren, want dan is het verhaal duidelijk. Ja. Dus dit is echt het begin. Maar als je ziet dat heel veel mensen al non-lineair bezig zijn en klikken van het ene naar het andere, denken wij dat ook presenteren van het ene naar het andere klikt. Wat voor product is dit, Ben? Dit is echt een presentatietool. Ja, maar dus, hoe gaan we dit... Ik wil het wel hebben. Oh, sorry. De iPad version komt voor slechts $4,99 in de App Store. Sla je slag. Sla je slag. Nee, maar dat is dus echt voor de professionele presentator. Dus die heeft het, denken wij, $4,99 voor over. Ja. Deze is natuurlijk gratis op de iPhone, want je wil heel graag meedoen. Op de Mac de Mac app is ook gratis. Uiteindelijk denken we in het model dat jij, zeg maar, als een professionele presentator, als je meer wil, bijvoorbeeld video erbij of meer slides kunnen uploaden, dat je een extra fee per maand erover hebt. Maar daar zijn we nog helemaal niet uit. Nee. Dat hebben we wel in het businessplan staan, maar dat moet blijken of het überhaupt wordt opgepakt. We zijn echt bezig van, dit lanceren we. We hopen dat iedereen die het ook ziet, als iemand ermee presenteert, die zit in die zaal en denkt, hey, wat leuk zeg, ik doe meer mee. En dat ook de mensen die presenteren het mooi vinden. We hebben een paar mensen gegeven. Erwin Blom heeft een paar keer geprobeerd. Polle de Maagd heeft geprobeerd. Die zeggen allemaal van, ja, mooi toe, hartstikke goed. Geven feedback wat we kunnen verbeteren en zo proberen te groeien. Zodat we ook het presenteren interactiever maken. Ja.